Het concert van De Bos in het Goffertpark in Nijmegen is alweer een tijdje achter de rug. Maar de verhalen van de fans over hun ontmoetingen met de superstar blijven binnenkomen. Zo was het voor Kiki Jab uit Nijmegen ook een avond om nooit te vergeten. Zij kreeg tijdens het concert van Bruce Springsteen namelijk zijn mondharmonica. Ja, echt ongelooflijk blij. Ik kan wel zeggen dat dat het meest magische moment uit mijn leven is geweest dat ik die heb gekregen. Hij geeft hem niet klakkeloos weg, dus hij kijkt je echt nog een tijdje aan, heeft nog vastgehouden en heeft er zo op die manier wel een heel bijzonder moment voor me van gemaakt. Kiki en haar moeder raken er niet over uitgepraat. Deze foto is het bewijs. De echte mondharmonica van Springsteen ligt veilig opgeborgen op haar kamer in Amsterdam. Kiki verleidde De Bos tot de gift met dit zelfgemaakte plakkaat. Ik had zeg maar in het begin het bord al een aantal keer omhoog gehouden. Maar ik dacht niet dat hij het bord zeg maar had gezien. Op de schouders van mijn vriend gaan zitten. We hebben toen ook oogcontact met elkaar gehad. En ik weet zeker dat hij toen mijn bord heeft gezien. Vervolgens tijdens het liedje Thunder Road, wat echt al 10 jaar mijn lievelingsnummer is. Waar hij ook met een prachtige mondharmonica intro begint. Ik was zeg maar al in tranen van het nummer. Zelf, vanwege hoeveel het met me doet. Vervolgens gaf hij de mondharmonica en ik kon ook niet zoveel meer zeggen. Ik heb nog wel thank you of zoiets gezegd. Ik stond een beetje verstijfd erbij volgens mij. Ja, een mondharmonica, wat ga je ermee doen eigenlijk? Nou, sowieso bewaren. Ik heb nog de vraag gekregen van mensen of ik hem nog ging verkopen of zoiets, maar echt voor geen goud. Dus ik moet nog even een mooi vitrinekastje scoren waar die in kan. Als in wat mensen ook met een honkbal of zo doen als ze die vangen. In zoiets mooi opbergen en als een reliquie bewaren.